gaan ze naar de slacht. Ze gaan naar de slacht. Ze gaan naar al die verschrikkelijke dorpsgenoten van mij. Die eten jullie alleen maar op. Je bent alleen maar goed voor je vlees. Misschien moeten wij mensen spies maken. Ja, waarbij het bloed van onze horens eruit. Ik ga mensen spies hebben, maar... Nou, de kracht van improvisatie is dat je samen met mensen, en dat is echt wel heel belangrijk, dat het samen is, iets maakt. Het is geen individualistisch tak van sport. Je moet echt met elkaar kijken, wat is de ander aan het doen, en samen maak je dan magie. Maar we hebben geen einde, dus we kijken wel hoe ver we komen. Als je maar je intentie bij de ander gedaan had. Eén iemand! Het speelt zich af in de wachtkamer van de dokter. Eén iemand is ons een beetje angstig, zeker. De ander is meegekomen op gerustgestemd. Weet ik niet wat er is, dat ontdekken we wel. Maar dat zijn twee intenties waar jullie mee beginnen. En dus jullie en acht. Zes? Oh. Negen. Je leert heel goed aanstaan en luisteren naar mensen, dus dat is heel goed voor de rest van je leven. Maar het is ook gewoon een heel erg leuk, een leuke ontlading. Ik zie je wel bij de lunch, hè? Oh. Ja. Fantastisch, hè? Ze kan wel koken. Zeg maar, als je een drukke week hebt, of je hebt een echte, stel je hebt een kutdag gehad, en je gaat naar improv, dan is het, hier is het, ja, je bent er meteen even weer helemaal uit en dan ja, ben je weer helemaal opgeladen. Want het is gewoon altijd leuk. Het is gewoon een leuk speelkwartiertje. Ja. Ah, daar heb je waar heb je die vandaan? Oh, lekker. Meetyourdreamrussianbride.com 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5. Als je niet heel veel affiniteit hebt met theater en je gaat toch improvisatie doen, dan leer je heel erg wat communicatie is. Je leert met iemand praten, je leert eigenlijk elkaars ideeën te accepteren en door te voor te borduren op iemands plan. Nou ja, als je dat in een meeting zet. Ik heb ook heel veel managers die hier komen. Maar als je dat in een meeting of in een gesprek of bij een marketingplan neerzet, dan merk je dat je in plaats van dat je weerstand toont, dat je doorgroeit. Mevrouw, de bloed gaat dood. U moet mee naar het ziekenhuis. U moet gehecht worden, anders gaat u dood. Oké. Okay. Oh, dan bindt u vast de brancard. Oké. Okay. Kom maar. 3, 2, 1. Dag, kids.